In deze film maken we een naadloos patroon en dat gaan we doen aan de hand van deze marmerstructuur. Wil je weten hoe je dit marmer nu maakt, daar heb ik ook al een filmpje over gemaakt, klik dan even hierboven op de link. Om een naadloos patroon te maken, moeten we ervoor zorgen dat het marmer aan de linkerkant keurig uitlijnt met de dingen aan de rechterkant en dat zal nu nooit het geval zijn. Maar daar heeft Photoshop een heel makkelijk iets voor. Daar is namelijk het filter Verschuiven voor. En dat gaan we gebruiken. Om het filter Verschuiven te kunnen gebruiken, moeten we eerst van alles één laag maken. Dus ik ga al mijn lagen gewoon samenvoegen. En dat doe ik hierboven via laag. En dan kies ik daarvoor één laag maken. En vervolgens kan ik het filter Verschuiven gebruiken. Dat vind je hier bij Filters, Overige. En dan heb je daar Verschuiven staan. Wat je nu kunt doen, is eigenlijk gewoon de inhoud van deze laag horizontaal of verticaal verschuiven. En als je ziet wanneer ik aan een van de sliders trek wat er gebeurt, dan zie je dat mijn patroon eigenlijk gaat verschuiven. Wat is nou handig om te hanteren qua waardes? Dat maakt eigenlijk helemaal geen bal uit. Want in een van de volgende stappen ga ik je laten zien hoe je dat oplost. Laat ik gewoon even netjes het midden pakken van het document. Dat is volgens mij 750 bij 500. En je ziet dus dat in het eh, kwadrant rechtsonder mijn patroon staat. En eigenlijk staat het ook nog gewoon buiten eh, de afbeelding. Maar ik wil het eigenlijk ook terug hebben in de rest van de afbeelding. Nou, dan heb je hieronder de optie staan randpixels herhalen. Als je daarop klikt, dan worden alle pixels aan de rand van je foto worden gewoon uitgetrokken. Dat is niet wat je wil. Maar je hebt ook beeld omslaan. We hebben onze afbeelding naar rechts onder geschoven. En wat er dan eigenlijk gebeurt als je hem horizontaal naar rechts verschuift, dan komt hij er links weer bij. En dat geldt ook voor verticaal. We hebben hem naar onderen geschoven en eigenlijk komt hij er dan boven weer bij. Dus ik weet zeker dat deze pixels hieronder keurig aansluiten bij deze pixels hierboven. En dat deze hier links keurig aansluiten bij de pixels hier rechts. Dus als we daar dadelijk een patroon van gaan maken, dan sluit dat gewoon mooi op elkaar aan. En ik klik vervolgens gewoon op OKé. OK. Waar sluit het nou nog niet mooi aan? In het midden. Als ik bijvoorbeeld even inzoom naar hier, dan zie je hier gewoon nog eigenlijk strak die lijn van wat we gedaan hebben. En dat ga ik laten verdwijnen. Dat doe ik door een laag te vullen en te kijken naar de onderste laag. Dus invullen met inhoud behouden. Ik selecteer hier het rechthoekige selectiekader en ik sleep een selectie. Rondom de lijn in het midden. En dat doe ik ook meteen voor de verticale lijn. En ik maak ze iets groter dat je een beetje ruimte hebt. En vervolgens ga ik dit vullen, deze selectie, met behulp van inhoud behouden. En dat doe je hierboven bij Bewerken. En dan heb je daar staan Vullen met behoud van inhoud. Er komt een nieuw venster tevoorschijn. En ik ga dit niet met je doornemen. Eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is te zorgen dat er een uitvoer naar een nieuwe laag staat. En je klikt gewoon op OK. Laat Photoshop maar rekenen. En dan komt vervolgens met deze oplossing. Druk op Ctrl D om de selectie op te heffen. En in principe, als je gewoon uh, een mooi patroon hebt, is het nu klaar. Maar we hebben geen mooi patroon. We hebben een grillig patroon van allemaal marmer. Dus we zullen hier handmatig nog wat dingen aan moeten doen. Als ik bijvoorbeeld inzoom naar dit stuk, dan zie je hier een aantal vlekjes en dat is eigenlijk niet zo fraai. Die ga ik wegwerken en ik ga ook wat adertjes van het marmer aan elkaar doorverbinden. Ik maak gewoon eenvoudig een nieuwe laag via het vierkantje met het plusje hier. En ik selecteer het kloongereedschap. Ik maak hem iets kleiner en ik selecteer gewoon een wit gebied en kloon daar wat dingen weg. Zorg dat hierboven monster van huidige en onderliggende laag aanstaat. Dat je dus ook gewoon kijkt naar het marmer wat eronder ligt. En ik maak gewoon wat aanpassingen rondom dat gebied wat we daar straks gevuld hebben met inhoud behouden. Hier zit bijvoorbeeld ook een fout. Dit kan ik met het kloongereedschap gewoon netjes herstellen. Ik kan deze stukjes aan elkaar verbinden. Dus als ik bijvoorbeeld zeg van nou, ik wil van hier een stukje bron. En dat wil ik daar plakken. En ik wil bijvoorbeeld daar ook een verbinding maken. En zo moet je dus even door het midden van je afbeelding. Ik denk dat het zo wel aardig is. En nu heb ik dus eigenlijk een patroon gemaakt wat zich herhaalt. Ik weet zeker door het verschuiven dat het zich aan de randen herhaalt. En ik heb het handmatig gewoon keurig in het midden toegepast. Mag ik dit gaan definiëren als een patroon? Maak ik weer van alle lagen gewoon één laag. Dus via laag één laag maken. En ik zeg hierbij bewerken, patroon definiëren. Nou, mijn bestand heette toevallig al marmer. Dus ik noem hem marmer. En ik druk op OK. Kan ik dit in feite weggooien? Nou, hoef ik niet op te slaan. En ga ik gewoon een nieuw bestand aanmaken. Ik zal het bestand aanzienlijk groter maken dan de. 1500 bij 1000 pixels die we hadden. En nu ga ik dit eens vullen met mijn patroon. Dat doe ik via een aanpassingslaag. Hier bij het zwart-witte bolletje. En dan kies ik daarvoor patroon. En hier in het pull-down menu naast de afbeelding heb ik dan daaronder mijn marmer patroon staan. Eventueel kun je de schaal nog wat vergroten. Tot iets waarvan jij denkt van nou dit is wel aardig. En eventueel kun je het nog een beetje draaien. Dus je kunt het gewoon naar je eigen smaak omzetten. Maar je ziet, uh, ja, er zijn natuurlijk wel repeterende patronen. Dus je ziet hier, deze lijnen komen ook hierboven terug. Dat, dat heb je eigenlijk bijna altijd wel met een patroon. Zeker als je zo'n grillig patroon hebt, zoals het marmerpatroon. Heb je nou gewoon uh, recht toerecht aan stoeptegels, dan zal dat een stuk minder opvallen. Maar het gaat even om het principe. In ieder geval kun je nu zelf aan de slag om een naadloos patroon te maken. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei doei.